Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe bioscoopfilm Men in Black International. Knappe haren. Jee, gaat chickies klaren. Hoe heet je? Floris. Floris! Yes! Lekker dat je weer kijkt naar de mensenmening. We zien er, gesteld. Lekker uit, zo kan ik wel zeggen. Bescheiden, Kees. Bescheiden, heel goed. Dat mag ik gewoon zeggen. We zijn helemaal in het zwart en dat is niet voor niks. Men in Black International draait sinds 19 juni in de bioscoop. En dankzij hun mogen we kaarten gaan weggeven voor die film aan jou. En dat vertellen we aan het einde van de video hoe je die kan winnen. Ja, en we dachten we moeten ook even een aparte vraag stellen. Dus we hebben de vraag gesteld, geloof jij in buitenaards leven? En dit is de jury. Hi. Dit is zo kort, maar ja. Oh, heerlijk jongens. Een Men in Black aflevering is het, mag ik dat al zeggen? Of is dat al bekend? Dat is al bekend, hè? Ja, oké, top. Men in Black. Hoe heet je? Ik ben Ziggy Krassenberg. Oh, hij heeft meegedaan met het programma. Ziggy, hij heeft met The Voice of zo meegedaan, toch? En Ziggy, wat doe je in je leven? Ik ben zanger. En echt als beroep? Als beroep, zeker ja. Ja, ik ben zevende geworden bij Idols in 2017. Zijn jas... Wil terug naar de winkel. In 2017 aan Idols meegedaan. Toen was het toch al een beetje klaar. Oh, Ziggy. Pik je dat? Zeker weten, ja. De kijkcijfers van Idols zijn inderdaad achteruit gegaan in het laatste seizoen. Maar bij mij heeft het juist heel positief uitgepakt. Ik ga er toch op inhaken. Het is heel makkelijk, maar wat is het met die tasjes dan? Zo'n tasje snap ik. Dit is chill. Maar dit... Waarvoor? Moet even... Nee, een paar koren hebben. Waar gaat die dicht? Godverdomme. Zo chill, zo'n tasje. Kan je een stukje zingen? Ik kan wel een stukje zingen, ja. Dit vind ik leuk. Bittersweet. Oh, dan ga je gaat weer een bordje doen. Memories. That is all. Je gaat niet helemaal mee op de melodie. Nee, ik kan maar het schelen. With me. So goodbye. Ziggy Stardust, je gaat als een raket. Kijk, dat krijg je. Waarschijnlijk wordt hij gebeld en trilt die telefoon hier. Waardoor je... Wacht even, ik moet even opnemen. And I will always love you. Nou, doe het hem niet nou hoor. Het is beter dan ik kan zingen, zeker waar. Zullen wij anders een band beginnen? Potverdomme, jij bent niet afgezekerd door de Idols jury. Nee, zeker niet. Nee, nee. Ik zou met je petje langs gaan en centjes vragen. We zijn een onderzoekje aan het doen. Geloof jij in buitenaards leven? Kijken. Oeh. Glimlach. Spannend. Handjes. Arm over elkaar. Jasje half. Kees, kijk. Ja, ik moet me toch aansluiten bij Senna van een paar weken geleden. Dat we gaan een onderzoekje doen, dat slaat echt helemaal nergens op. Dat is gewoon, ik heb geen bruggetje gevonden in dit gesprek, dus ik zeg maar even, we zijn een onderzoek aan het doen. Want wat is dit nou voor onderzoek? Wordt er een nota gemaakt? Is er een, Eigenlijk tikken we iedere dag een verslag. Eigenlijk ja. Elke aflevering, die kan je... Gewoon een notulist is hier ergens gewoon... Die vind je op de onderzoeken van de mensenmening.nl. Oh, top. Nou, ik ga ze even googlen. Ik denk nee. Ik denk ook nee. Oké. Okay. Als je woke bent, dan moet je natuurlijk over het hele universum gewoon woke zijn. Dus... Dan vind ik dat je ook in buitenaards leven moet geloven. Ik denk dat hij zichzelf zo buitenaards vindt dat hij zegt dat het niet kan. Dus nee. Jazeker. Ik kap er echt mee. Oh. Hoe heet je? Howler. Team Gele Jas. Waar ben jij nou echt heel erg goed in? Eten. Is niet knap. Is niet moeilijk. En welk eten dan? Een beetje fastfood eigenlijk. En als jij dan op date zou moeten gaan, zou je ook iemand meenemen naar de Mac? Ik ben ook al een tijdje niet bij de Mac geweest. Dat zou ik niet zeggen. Ja, waarom niet? Ik vind dat op zich wel kan. Lekker chill, gewoon in de auto blijven zitten ook. Kunnen we even stoppen met het letterlijk romantiseren van fastfood? Het is gewoon een burger, hè? Misschien niet romantisch, maar ja, leert diegene me wel meteen goed kennen, toch? Ja, is wel veel comfortabeler dan in een 5-sterrenrestaurant. Ja, oké. Okay. Prima. Gaan we naar de Mac. Prima. Ik heb trouwens een lifehack voor de mensen die dilemma's hebben met hun vriendin. Van waar ze willen eten of wat dan ook. Je moet gewoon zeggen... Waar denk je dat we vanavond gaan eten? Nou, dan zegt zij, bij de poelier. Nou, dan ga je naar de poelier. Dan ben je gelijk klaar. Heb je ook geen discussie van Daarom waar gaan we eten? Daarom was Richard 2 jaar lang single. Want dat werkte niet helemaal. Wat moet jou echt jouw droomman hebben? Ja, ik ben te kieskeurig eigenlijk, denk ik. Moet een sixpack hebben. Sixpackie? Nou. Nu komt de lijst. Kom maar door. Hij moet een beetje lang zijn. Zo, Harm, jouw kuif loopt ook wel uit de klauwen, hè? Je kan gewoon huizen gaan verven, zo. Dat is echt wel vet. Een beetje donkere haren. Een beetje zoals Kees. Maar is het alleen qua uiterlijk of ook innerlijk dingen? Ja, moet ook wel een beetje grappig zijn. Nou, dan val je af. Nou, rot op, man. Een beetje, sportief. Ik sport zelf niet, maar hij moet wel sportief zijn. Poh!
Ik ben sportief. Dan val je ook af, hoor. Hij moet rijk zijn, nee, grapje. Dan menen ze wel. Nou, dit wordt geen match. Dat kan ik je nu vertellen. Geloof jij in buitenaards leven? Iets in mij neigt om nee te zeggen, maar ik denk toch dat ze dan toch zeggen ja en dat Harm dan vraagt. En hebben zij dan ook fastfoodketens? En dan was ze dan, ik hoop het wel, ik hoop het wel. Ik probeer het te lezen, maar het lukt niet. Ik ga gewoon ja zeggen. Ik denk dat zij wel met de beide benen op de aarde zit. Of wat nou, we kunnen ook gewoon weer bij twijfel gewoon natuurlijk een pasje pakken. Nee, wacht, pinpas deed. Ah, OV heb ik niet bij me. Oké, oranje is ja. Ik zeg ja. Dus ik denk van niet. Nee, ja, ik denk ik ook wel, Jan. Een alias en zo bedoel je dan? Ja? Nee. Nou! Pinpas werkt niet. Het is nu zeker matig. Ik moet me... Oh, dat ga je niet menen. Oh! Hoe heet je? Ik heet Waffel. Wat doe je in je leven? Ik ben ambitieus. Een beetje poëzie en zo. Gooi even freestyle. Kan je wat voordragen? Moet ik één poëzie over jou? Ja, over mij of over alles? Doe iets! Knappe haar. Jij. Ga chickies klaren. Mooie blauwe ogen. Meisjes gaan het niet geloven. Wat top. Jij gaat de player zijn van 2019. Ik kan gewoon niet vertellen of dit nou een joke is van deze dude. Of dat hij dit serieus ook gewoon echt gewoon leuk vindt. En dat vind ik echt top. Eerlijk, die was eerlijk. Die was wel... Die kwam uit je hart. Ja, eigenlijk. Ja, nee, ik voelde hem. Ik voelde hem. Binnen. Ik vind hem wel vet. Wat voor werk doe je? Ik ben trafficker. Bij wat? Bij de NS. Weet u wat u hier ziet? Twee werelden. Eigenlijk buitenaards ook. Als jij iets nooit geeft, kun je mij bellen. Dus ik gewoon OV-kaarten, alles kan je regelen? Alles. Nou, dan wil ik gelijk je nummer hebben, want ik vind de trein belachelijk duur tegenwoordig. Kan jij voor mij zo'n onbeperkt reizenkaart regelen, gratis? Wacht. Nee, man. Nee? Wat weet je wat deze gast echt niet heeft? Zorgen. Deze gast is echt nergens druk om aan maken. Dit gaat helemaal prima. Maar ik zeg je wel eerlijk. Ja? Jij doet het wel echt goed, man. Nou, die mag je in je zak steken. Hij heeft van die instinkertjes. Hij zit tussendoor zo. Pa! Stok! Nee, pa! Nee, ik gooi even remix. Rook je wel eens een jointje? Nee. Ah, nee, joints niet. Wat dan wel? Ja. Moet het persievoeten komen? Ja, pik. Waar ga je? Ik eet tagine. Dat is toch een Marokkaans gerecht? Tagine. Lekker, man. Wat is dat dan? Er zit ook gember in. Gember. Gewoon een joint met gember. Gember is, zal ik zeggen, die gekronkelde ding. En dan word je een beetje, laat ik het op een nette manier houden, erotisch. Heb je geld van gember? Nou, nog nooit meegemaakt. Nou, ik drink genoeg gember in mijn leven, maar ik merk er niks van. Je weet wel zo'n gember, zo'n erotisch kronkelend ding? Ik ken ook wel een erotisch kronkelend ding, maar dat doe ik zelf geen gember, moet ik zeggen. Nou, daar kom ik niet goed vanaf trouwens. Wat gebeurt er op het moment dat jij dat hebt opgegeten en jij ziet een mooie vrouw? Zo. Bang, bang. Bang, bang, joh, gek. Gember en gran. En wat vinden die vrouwen ervan? Ook bang, bang. Hij heeft gelijk. Ik vind hem, ja, ik mag hem. Oké, dames, dus opletten. Als iemand wil, een jongen, dat je gember thee gaat drinken, doe het niet. Hij is op vieze dingen uit. Mag? Nou komt de vraag van mij. Ja? Ja. Mag ik hem vastpakken? Tuurlijk, ja. Oké, takeover. Wat krijg je als je poep omdraait? Vieze handen. Oh, heel scherp. Hoe vies is die klootzak? Oh, ik ging ook nadenken. Poep. Ja, dat dacht ik ook. Geloof jij in buitenaards leven? Ik denk het wel. Als je poëtisch ingesteld bent, dan... Heb gember in zijn tas, dus dan geloof je ook in buitenhuis. Nou, in deze status dat hij nu is, sowieso. Ik ga een boertje laten. Doe maar niet. Okay. Doe maar niet. Nee, dat doe ik zo meteen wel onverwachts. Nee, doe maar niet. Maar ik denk dat hij wel... Als hij onverwachts genoeg... Ik denk... Bij Kees dat hij toch ja zegt. Dat Kees toch iets meer gaat nuanceren van nee, dat er niet iets ergens is. En dat hij toch iets meer stuurt. En niet zoals Harm, die me dan toch net even erbij naait van aliens. Ja, echt in groene. Ja, denk echt niet. Dus ik denk dat hij ja zegt. Nee, man. Dat is er niet. Als ik naar sommige mensen kijk, af en toe, ik schrik gewoon. Ja? Ja, ik denk gewoon, dit zijn idiots. Ik vond hem wel echt een positieve guy. Ik mag hem wel. Hoe heet je? Floris. Zo, morgen Floris. Floris is 3 meter. Floris! En Floris, wat heb je vandaag gedaan?
Ik ben vandaag wakker geworden en de trein gestapt richting Utrecht. Wist jij dat als de Malian defect is in... Hoe heet dat ding in de Efteling pik? Die lange? Nee. Wie? Langnek? Wat wil je nou zeggen? Nou, dat hij de vervanger daarvoor is. Nog een keer. Nee, laat maar. Ik kan een grap nooit twee keer vertellen. Dan is het de tweede keer toch minder leuk. Ah, ik ga zo meteen naar de beurs toe. Oh. Voor school. En dan moeten we even met de mensen op de kletsen. En kijken hoe de beurservaring is. En dat soort dingen. Wist je dat als de langnek in de Efteling defect is, dat hij dan daarvoor in de plaats komt? Je gaat helemaal niet om de inhoud van de beurs, maar gewoon om op een beurs te zijn. Het gaat om dat je een beetje gevoel krijgt van hoe het is op een beurs. En, Je moet gewoon een voldoende krijgen. Voor als je niet gaat, heb je een onvoldoende, kan je het jaar ook niet halen. Een beetje ook oefenen van communiceren met andere bedrijven en mensen die daar werken en een beetje connecties maken. Dat is een beetje het idee. Dit is wel zo'n guy dat je dan bij een concert staat en dan komt hij ineens zo, zie je zo'n schim zo voor je, dat hij precies voor je gaat staan. Daar moeten ook regels voor komen hoor, dat die mensen gewoon de eerste 100 meter gewoon niet mogen. Gewoon. En waarom ben je nou echt een absolute held? Ik ben een absolute held, ja. Ik ben 2 meter 1 en dat is natuurlijk geen probleem. Die heeft hij vaker gezegd. Op grote hoogtes in de supermarkt, ik ben iedereen zelf eigenlijk. Ja, ik vind het een beetje dubbel, want het idee is natuurlijk een beetje dat de supermarkt dat iedereen er gewoon bij kan. Ik bedoel, eigenlijk het is een beetje raar als we boodschappen op 2 meter 30 gaan zetten. Ik krijg last van mijn nek, dus ik wil de onderzoeksvraag stellen. Geloof jij in buitenaards leven? Nou, Floris, zeg het maar! Nou, ik kan het zien vanaf daar natuurlijk, dus dat, hij zal het weten. Het antwoord wat je nu gaat krijgen, dat zijn gewoon feiten. Nee joh, hij is zo lang dat hij zo ver kan kijken dat hij al heeft bevestigd dat er geen buitenaards leven is. Floris staat wel een stuk dichter bij de lucht dan ons, dus misschien zit Floris het is wel eens. Het zit er ook een stukje kouder. Ja. Dit hangen constant ijspegels aan Floris' neus. Ja, leuk. Even lachen om mezelf. We kunnen OV pakken, ik twijfel nu, dus kunnen we die gelijk doen. Mijn gigantische lelijke foto is ja. Dus dan zeg ik ja. Ja. Floris, nee. De economenstudent die zou die van die gekkigheid, joh. Ik geloof niet per se in buitenaards leven, maar ik, het zou op zich wel kunnen, ja. Ja, what the fuck is nou je antwoord? Dus is dat een ja of een nee? Nou, we zeggen ja. Teringleien? Zie je die OV, hè? Dat is toch top, hoor? Een toppertje. Ja, hoe lang is die nog geldig? Nog 5 jaar. Kijk, in het begin deden we gelijk spelletje. Vonden we leuk voor de anderen. Maar nu is het wel... Dan vind ik het wel weer tijd om even een keertje te winnen. Dus tot volgende week! Want dan gaan wij winnen. Goed, dat was de mensenmening. Wij hebben 5 keer 2 tickets voor Man in Black International. En die kan jij krijgen. Maar dan moet je wel even hieronder reageren. En deze video liken. En dan gaan wij ze verloten onder die mensen die dat gedaan hebben. Tot volgende week!